In deze reeks programma's neemt Filmmeesters u mee naar de mooiste plekjes van Nederland. Vandaag zijn we in de gemeente Tiel. En wie kan ons beter rondleiden door Tiel dan de held van de Betuwe, Flipje natuurlijk. Kijk, daar komt hij net aan. Ah, hey. Hallo. Nou, daar ben ik dan. Jullie enige echte eigen Flipje. En dit keer in de rol van presentator in onze mooie korte film over onze prachtige stad Tiel. Tiel is gelegen aan de A15 en bereikbaar via de N834 en de N835. Tiel ligt ingeklemd tussen de Waal, de Linge en het Amsterdam-Rijnkanaal. Tiel is een stad met een rijk verleden. Al in de 10e en 11e eeuw van onze jaartelling was Tiel een handelsnederzetting van internationale betekenis. Voor de meeste mensen is Tiel bekend als stad van het jaarlijks fruitcorso en appelpop. We zijn beland in het gezellige, sfeervolle centrum van de stad. Hier kun je ontspannen genieten van een hapje of een drankje op een van de vele terrassen. En natuurlijk kun je er volop winkelen. Van groot winkelbedrijf tot plaatselijke aanbieder, van café tot restaurant, van museum tot galerie. Dat is Tiel. Weet u trouwens hoeveel winkels hier zijn op deze Tielse promenade? Nee? Het zijn er 180. Veel, hè? Ja, kijk. En natuurlijk sta ik hier ook nog steeds. Ja, ik moest voor dit beeld van mezelf poseren voor kunstenares Else Ringnalda. Deze herkenbare beelden in Tiel zijn gegoten door bronsgieterij Stijlaert. Bronsgieterij Stijlaert zet de creativiteit van de kunstenaar om in een bronzen kunstwerk dat op professionele en ambachtelijke wijze tot stand komt. Het vervaardigen van een bronzen beeld vereist nauwkeurigheid en vakmanschap. Het oorspronkelijke ontwerp wordt als model bij de bronsgieterij aangeleverd en daar voorzien van een siliconenmal. In deze mal wordt een wasmodel gegoten. Om deze mal wordt een vorm van gips en gravel aangebracht. Deze vorm wordt in een vormkast met Brusselse aarde geplaatst. Het brons wordt gesmolten en in de mal gegoten. Dit is het meest spectaculaire onderdeel van het proces. Omdat het brons op dit moment meer dan 1000 graden is, lijkt het op stromend lava. Wanneer het brons is afgekoeld, kan de vorm verwijderd worden en kan het kunstwerk verder worden afgewerkt en desgewenst gekleurd. Bronsgieterij Stijlaert is ook gespecialiseerd in aluminium- en messinggietwerk en in het vervaardigen van kleine figuurtjes in zilver of goud. U kunt er tevens terecht voor het vervoer en plaatsen van de beelden. Ook kunnen wij eventueel een sokkel van natuursteen voor u regelen. Bronsgieterij Stijlaert. Uw kunst is ons werk. Niet alleen in de winkels, maar ook op de markt valt veel voordeel te behalen. Hier in het centrum van de stad is 2 keer per week markt. Op maandagmiddag en op zaterdag de hele dag. Voor verse groenten en fruit, een lekker stukje kaas of worst, verse vis, trendy kleding, nou ja, te veel om op te noemen. Op de markt is het altijd wikken en wegen. En over wegen gesproken? Mettler Toledo is internationaal marktleider op het gebied van weegsystemen en andere precisie-instrumenten voor gebruik in laboratoria, de industriële en retailmarkt. Het van oorsprong Zwitserse bedrijf dat in 1945 werd gestart, heeft nu productiefaciliteiten in de Verenigde Staten, Duitsland, Groot-Brittannië, Zwitserland en China. De producten en diensten van Mettler Toledo zijn wereldwijd in meer dan 100 landen verkrijgbaar. De Nederlandse vestiging van het bedrijf bevindt zich aan de Franklinstraat 5 in Tiel. Vanuit hier wordt geleverd aan laboratoria, researchinstituten, gezondheidszorg, universiteiten, productiebedrijven, transport en logistiek
land- en tuinbouw, afvalverwerking en recycling, supermarkten en de levensmiddelenhandel in heel Nederland. De specialistische kennis van de medewerkers staat garant voor vakkundig advies en service aan de klanten. Een team van ruim 50 technici zorgt ervoor dat de geleverde apparatuur jarenlang voortreffelijk blijft functioneren. Bovendien garandeert een permanente bewaking van de productieprocessen in de fabrieken de levering van hoogkwalitatieve producten. Daarnaast investeert Mettler Toledo letterlijk en figuurlijk veel in innovatie, zodat ook in de toekomst de reputatie waargemaakt kan worden. Uitgebreide informatie over Mettler Toledo is te vinden op internet. www.mt.com. Ja, ja, zeker. Ik ga op de foto. Hey! Hey! Ja, iedereen wil graag met Flipje op de foto. Hij is zo beroemd dat hij zelfs een eigen museum heeft hier in Tiel. Nee, dat kan natuurlijk niet. Nee. Er staat geen fietsenplaats en dat moet je het ook niet doen. Nou, dit is het Flipje en Streekmuseum. En hier binnen heeft men twee zalen gevuld met informatie over Jamfabriek de Betuwe en mijzelf. Nou, ik ga even binnenkijken. Dat daar, weet je wat dat betekent? Toevluchtsoord voor het Bataafse volk. Toch, Raymond? Jazeker, je hebt helemaal gelijk. Dit is de Tielse Waterpoort. De Tielse Waterpoort werd in 1647 gebouwd, maar tijdens de oorlog opgeblazen. In 1979 werd de waterpoort herbouwd met stenen, cement en zand. En nu we het toch over zand hebben, laten we eens een kijkje nemen bij Harteman Weg en Waterbouw, een echt Tiels bedrijf. Sinds 1978 is Harteman Zand- en Grindhandel, gestart aan de Waalkade, een vertrouwde naam in Tiel en omgeving. Na de bedrijfsverplaatsing in 1996 naar de Zuiderhavenweg 46 in Tiel is een holdingstructuur aangebracht met vier werkmaatschappijen, elk met zijn eigen specialisatie. Harteman Zand en Grind levert materialen van straatzand tot natuursteen aan overheden, bedrijven en particulieren. Harteman Weg en Waterbouw verzorgt onder meer rioleringswerk en het aanbrengen van bestratingen, halfverhardingen, beton- en asfaltverhardingen. Het bedrijf is erkend door brancheorganisatie SEB en beschikt over het BRL 7000 certificaat voor bodemsaneringen. Harteman Verhuur beschikt over een uitgebreid en zeer modern machine- en wagenpark voor het uitvoeren van transportwerkzaamheden. Alle machines en transportmiddelen voldoen aan de laatste milieueisen. De Tielse loswalcombinatie, een onderdeel van Harteman Zand en Grind, voorziet, verdeeld over vier locaties, in de op- en overslag van diverse bulkgoederen met een capaciteit van ongeveer 1,2 miljoen ton per jaar. Omvangrijke projecten zoals de aanleg van de Betuwelijn en het doortrekken van de provinciale weg N322 hebben gebruik gemaakt van deze faciliteiten. Bovendien zijn de bedrijven van Harteman Holding ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd, alsmede VCA 2 sterren gecertificeerd voor veiligheid. Harteman, samen werken aan uw leefruimte. Nou, kijk, dit is de zaak van de stad. Het is een expositieruimte van de gemeente Tiel. En daar kunnen bezoekers informatie krijgen over toekomstige ontwikkelingen. Of zit hier nog meer, Raymond? Ja, dit is ook het VVV-kantoor. Hier kun je alles vragen over de stad Tiel en de regio. Leuk! Je kunt trouwens ook een wandelroute krijgen die je de mooiste plekjes van Tiel laat zien. En mooie plekjes zijn er zeker in Tiel. Kijk maar eens naar de Cecilia-kapel. Mooi, hè? Of, wat dacht je van een avondje uit in de Schouwburg? De Sint Maartenskerk. Het convent. En ga zo maar door. Er is genoeg te zien hier in Tiel.
De Sint Maartenskerk is een kruiskerk in laatgotische stijl, gebouwd rond 1440 en gerestaureerd in 1969. Laten we even rondkijken. En dit is het stadhuis van Tiel. Hier werkt het gemeentebestuur. En kun je natuurlijk ook terecht voor je rijbewijs, je paspoort, bestemmingsplannen, vergunningen aanvragen en nog veel meer. Hier weten ze echt alles over Tiel. In het ziekenhuis Rivierenland biedt men zorg met passie en toewijding. Wij namen er een kijkje. Ziekenhuis Rivierenland is gevestigd in Tiel en Culemborg. Het biedt een breed pakket aan medisch-specialistische ziekenhuiszorg. Het ziekenhuis doet er alles aan om het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. De medewerkers voeren met passie en toewijding hun werk uit. Iedere patiënt wordt door de eigen medisch-specialist te woord gestaan. In de afgelopen jaren is het gebouw volledig gerenoveerd. Mensen met kanker worden op de afdeling dagbehandeling oncologie in een huiselijke omgeving opgevangen en behandeld. Voor een bevalling kunt u terecht in onze nieuwe kraamsuites. In een huiselijke, veilige omgeving kan de geboorte plaatsvinden. Zo beleeft u de eerste unieke uren samen met uw baby, alsof u thuis bent. Op de vijfde verdieping bevindt zich de kinderafdeling. Vanzelfsprekend mag een van de ouders 's nachts blijven slapen. De medisch specialisten werken nauw samen met de huisartsen in de regio Rivierenland. De spoedeisende hulpafdeling bevindt zich naast de huisartsenpost. Voor meer informatie, kijk op www.zrt.nl. Oh, mooi. Zo mooi. Oh, ze moet even lachen. Nou, kijk. Dit is nou de Waal. Wat je net zag, dat is het fiets- en voetveer Hendrikus. En die vaart van Tiel naar Wamel. Lekker rustig. Deze monumentale villa heet Bellevue, gebouwd in 1842. Bellevue was lang geleden een sociëteit en koffiehuis voor handelslieden in Tiel. En nog steeds vormt dit monumentale pand een markant oriëntatiepunt in Tiel. De gemeente Tiel heeft twee havens. De industriehaven ligt aan het Amsterdam-Rijnkanaal. En dit is de Waalhaven. Hier kunnen passagiersschepen aanmeren en er is een jachthaven voor passanten. Opgedeeld in een binnen- en buitenhaven. Samen goed voor 80 ligplaatsen. Voor de meeste kinderen en hun ouders is het hertenkamp in Tiel een ontspannen manier om met echte boerderijdieren in contact te komen. En waar natuurlijk ook tal van activiteiten worden georganiseerd voor en met kinderen. Over activiteiten en kinderen gesproken, het basisonderwijs in Tiel is natuurlijk ook uitstekend verzorgd. Wij namen er een kijkje. Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe en Bommelerwaard, CPOB. Is een jonge organisatie met 10 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een peuterspeelzaal. 4 van deze scholen staan in Tiel en bieden modern, kwalitatief goed onderwijs met een eigentijdse benadering van de christelijke uitgangspunten. Elke CPOB-school staat stevig in de samenleving en is een bruisend middelpunt van binnen- en buitenschoolse activiteiten. De scholen werken met moderne ICT-netwerken en digitale schoolborden. En CPOB heeft als doel ieder kind het onderwijs te geven dat het nodig heeft. Extra aandacht voor taal of rekenen. Of misschien juist extra uitdaging en verrijking in de plusklas. CPOB zoekt naar de beste condities om het onderwijs van uw leerlingen steeds te verbeteren. Kijk op www.cpob.nl en ontdek CPOB. Best bijzonder. Het Beursplein is een centrum voor werk, inkomen en zorg.
En als je werkt, wil je er zeker van zijn dat je kind goed en veilig wordt opgevangen. Kinderopvang Rivierenland verzorgt kinderopvang in de gemeente Buren, Geldermalsen, Neerijnen en Tiel. Verspreid over de locaties komen wekelijks zo'n 5000 kinderen naar het kinderdagverblijf, de voor-, tussen- en naschoolse opvang, gastouderopvang of de peuterspeelzaal. In de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven wordt gewerkt op basis van de piramidemethode. Een werkmethode die de 8 ontwikkelingsgebieden van het jonge kind optimaal stimuleert. Kinderen kunnen er naar hartelust spelen en leren in een veilige omgeving. Bij kinderopvang Rivierenland staat het kind altijd centraal. De juiste benadering maakt een wereld van verschil. De professionele werkwijze van de goed opgeleide medewerkers, in combinatie met de flexibele mogelijkheden en de uitstekende sfeer op de locaties, zorgen ervoor dat de kinderen en hun ouders of verzorgers zich bij ons snel op hun gemak voelen. Dat is de kracht van kinderopvang Rivierenland. Kijk voor meer informatie op internet. www.kinderopvangrivierenland.nl. In Tiel is het goed en sfeervol wonen. En over wonen gesproken. Stichting Volkshuisvesting Tiel is een zelfstandig opererende organisatie die zich inzet voor het realiseren van betaalbare huurwoningen in de gemeenten Buren en Tiel. SVT is ontstaan in 1977 uit een fusie tussen de woningbouwvereniging en de Nutstichting. Dankzij de historie van deze corporaties staat SVT al 100 jaar garant voor kwalitatief goede huurwoningen. Vanaf de eerste sociale huurwoningen in Tiel, daterend uit 1918, tot aan recente nieuwbouwprojecten in Buren en in Passewaaij. SVT werkt continu aan behoud en uitbreiding van de kwaliteit van het woningbezit. Daarnaast wordt samen met de bewoners gewerkt aan het verbeteren van de leefomgeving in de buurt. SVT ontwikkelt ook vastgoed dat van belang is voor de maatschappij, zoals het Eerste Lijns Zorgcentrum in Tiel, dat plaats biedt aan huisartsen, een apotheek en diverse ondersteunende medische diensten. De eigen servicedienst van SVT zorgt ervoor dat de woningvoorraad goed onderhouden wordt en dat eventuele gebreken bij de huurders snel worden verholpen. SVT is klaar voor de volgende 100 jaar. Tiel is de perfecte plek om volledig tot rust te komen en te genieten van de ruimte en de prachtige omgeving met veel groen. Wie groen zegt, zegt kamperen. Nou, en in Tiel weten ze wel wat kamperen is. Wat dacht u van de prachtige omgeving van Zennewijnen? Kom, we nemen u even mee. Even lekker ertussenuit, kom ontspannen genieten in het hart van de Betuwe. Camping Zennewijnen, gelegen tussen de oude Hansestad Tiel en het dorp Ophemert, staat garant voor een onvergetelijke vakantie. Hier wordt verkwikkende rust gecombineerd met traditionele gezelligheid in een ongedwongen sfeer. Kom kamperen met tent, caravan of camper en geniet van de prachtige omgeving, waar je heerlijk kunt wandelen of fietsen. Alle staanplaatsen zijn voorzien van een eigen aansluiting op elektriciteit, water en riolering. Camping Zennewijnen beschikt daarnaast over een modern toiletgebouw met vloerverwarming, gezinsdouches en een aparte babyroom. Op de hele camping is draadloos internet beschikbaar. En in het twinkeltje zijn diverse streekproducten, maar bijvoorbeeld ook verse scharreleieren en een krant verkrijgbaar. Verder zijn op camping Zennewijnen onder meer een speeltuin, een feestpodium, een zwembad, een visvijver en een kinderboerderij aanwezig. De authentieke vijfroeier hooiberg vormt de ideale plek voor een barbecue of picknick. In de gezellig ingerichte herberg kun je terecht voor een hapje en een drankje of om gewoon even gezellig bij te praten. De Trekkershutten Plus zijn te huur voor groepen tot 5 personen en kunnen zowel voor één dag als voor langere tijd worden gereserveerd. Ze vormen daarmee een prachtige uitvalsbasis voor iedereen die de omgeving van Tiel wil gaan verkennen. Met de schitterende bloesems in het voorjaar en evenementen als het fruitcorso en appelpop in het najaar. Ook gasten van de Bed & Breakfast kunnen gebruik maken van alle faciliteiten die de camping te bieden heeft. En bij mooi weer wordt het Betuws ontbijt geserveerd in de open lucht. Camping Zennewijnen. Je voelt je goed in de Betuwe.
Het is belangrijk dat het waterpeil goed wordt gecontroleerd. We willen natuurlijk wel droge voeten houden hier in Tiel. En dat regelen ze hier, bij Waterschap Rivierenland. Ja, nou, hier zijn we dus bij de perserij. En hier stond vroeger de jamfabriek. Nou, en daar ben ik geboren. Het ziet er nog goed uit, hè? Ja, Flipje, je moet goed voor jezelf zorgen. Weet je trouwens waar ze ook goed voor je zorgen? Van Dijkhuizen Olie en Benzine beheert meer dan 20 eigen tankstations in Nederland en belevert meer dan 35 tankstations. Van Dijkhuizen biedt een totaalconcept van tanken, wassen, service, eten en drinken. Meer dan 25.000 zakelijke tankpashouders vertrouwen op onze dienstverlening. 24 uur per dag, het hele jaar door. Van Dijkhuizen beschikt over meer dan 10 tankwagens met een totale capaciteit van 250.000 liter brandstof. Hiermee verzorgen wij de bevoorrading van onze klantenkring in het hele land. Van Dijkhuizen, brandstof voor mens en autopark. Dit is de Prins Bernhardsluis, de toegangspoort van het Amsterdam-Rijnkanaal naar de Waal. De Bernhardsluizen beschikken over zeer moderne apparatuur om de schepen vlot en veilig te kunnen laten passeren. Jaarlijks komen ongeveer 38.000 schepen door de sluis. Het Amsterdam-Rijnkanaal, waarin deze sluis ligt, is een van de drukste kanalen van Europa. Hier in Tiel kan je natuurlijk niet alleen maar fietsen en wandelen. Nee, je kan hier ook prachtig varen. Over de Linge. Zo, kersen plukken. Ja, ja. Oh, ik moet daar naartoe. Zo. Nou, kijk, hier gebeurt het nu allemaal. En kijk, ze ook heel erg lekker. Kersen. We zijn er natuurlijk allemaal super trots op. En terecht. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Heerlijk, lekker. Is ook mooi. En hier gaan we de stad Tiel verlaten. Maar ik vind dat we een hele mooie tocht hebben gemaakt door de stad. Ik heb ervan genoten en ik hoop u ook. Nou, tot snel ergens in Tiel. Doei!